In Galerie de Noordvleugel in Veenklooster is tot eind januari 2016 een expositie te zien van de kunstenaar Paul Christiaan Bos. Paul schreef een boek over de uilenfamilie in zijn tuin, het Uilendagboek. De kunstenaar heeft, zonder ze te verstoren, de kerkuilen dagelijks vanuit schuilhutten geobserveerd. In het boek staan de aantekeningen, schetsen en de schilderijen van deze observaties. Ik zou het gewoon als passie omschrijven. Passie die echt van zo ontzettend diep uit meteen naar boven komt. Dat. Het is heel met... Ik voel niet alsof ik werk op een bepaalde manier. Wat ik wel voel is dat ik een beeld voor me zie. En het is zo verschrikkelijk noodzakelijk om dat beeld naar buiten te brengen. Op een dusdanige manier dat mensen ook een beetje iets meekrijgen van die emotie die ik voel. En dat is voor mij het begin en het einde van mijn werk. En het is een beetje anders geworden. Ik werkte vroeger, ik ben al heel lang aan de gang. Eigenlijk op een iets andere manier. Maar ik kreeg een auto-ongeluk en dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. En dan kun je twee dingen doen. En ik doe dus het praktische ding, namelijk doorgaan alsof het een nieuwe uitdaging is. Dus ik moest mezelf opnieuw uitvinden. En ik kon alleen met hele simpele technieken werken, als houtskool. En het prachtige aan die technieken is dat je eigenlijk nog puurder moet gaan werken dan je daarvoor deed. Het Uilenproject, waar bestaat dat precies uit? Net als alle werken die daaruit voortkomen, uit passie. Het is een passie begonnen. Ik zocht al jaren naar iets dat me zou kunnen meeslepen. Daar heb ik een reden voor. De reden is dat ik niet heel erg blij ben met de kant die de wereld op gaat. En ik kan alleen maar zeggen dat ik er nog minder blij mee ben geworden. En de taak van een kunstenaar, als hij iets te vertellen heeft, is om iets te vertellen. En ik wilde iets proberen te vertellen dat mensen echt zo raken. Want ik denk dat we te ver weg van elkaar zijn gaan staan. En ik wist niet wat ik zocht, tot ik uilen tegenkwam. En toen dacht ik, dit is wat ik gezocht heb. En zo is het begonnen, met twee uilen. Je hebt aanvankelijk twee uilen gekocht. Ja. En je hebt een uilenburcht gemaakt, ja, in je tuin. Een uilenburcht is eigenlijk een hele grote kooi, dusdanig groot dat het hun gebied is, dat ze kunnen functioneren en leven, min of meer zoals ze dat in natuur doen, maar dan beschermd. Hè? Want boven hun hoofd is bescherming tegen roofvogels bijvoorbeeld. En de bedoeling is ook dat ze daar natuurlijk gedrag vertonen. Dus het moet dermate groot zijn en dermate goede dekking bieden en aantrekkelijkheid voor prooi, zoals muizen, dat ze zelf kunnen jagen. Ze moeten ook zelf hun kostje bij elkaar scharrelen. Alleen, ik let heel goed op dat ze zich goed voelen. En in het geval bijvoorbeeld bij regen, wanneer het vangen van muizen heel moeilijk wordt, zorg ik ervoor dat ze in elk geval prooi kunnen vinden. Dus zij leven hun leven en ik zorg als een soort geest aan de buitenzijde dat het goed blijft gaan. Dat is eigenlijk de basis van het project. Dus na de aanschaf van die twee uilen zijn er ook uit zichzelf uilen, ja, naar je tuin. Is ontzettend leuk. Ik begreep dat je ze ook lokt met. Nee, ik zorg gewoon dat mijn tuin ideaal voor uilen is. Je hoeft ze niet te lokken, ze komen wel uit zichzelf. Ik heb overal dekking waar muizen veilig kunnen rondscharrelen. Het is ook zeker niet zeker zo dat wanneer een muis de tuin binnenkomt, hij ook absoluut gepakt gaat worden door de uilen. Hij maakt echt wel veel kans. Maar ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, toen hadden we een hele mooie uilenstand bij ons in de buurt. En ik had wel zeker drie broedparen die bij mij in de tuin kwamen jagen. Schitterend. En daar zit je dan in de schuilhut, hartstikke doodstil te wezen, want ze moeten je niet herkennen als mens. En om je heen jagen de uilen. Het is fantastisch. Het is absolute magie. Ja. Je hebt er ook een boek over geschreven, het Uilendagboek. Ja. Verrukkelijk om dat te mogen doen.
ook verrukkelijk om de reacties te lezen die ik krijg van mensen door het hele land die het boek lezen. Het Uilendagboek is een beetje zeg maar een vorm van schildering, maar dan met woorden. Omdat ik wat moeilijker werk dan vroeger, dus ik kan minder klaarspelen in een jaar. En ik vul het aan met woorden. En daar kan ik klaarblijkelijk ook iets in overbrengen. Dus het is eigenlijk schildering. Het zijn, wat je beschrijft zijn allemaal observaties dus? Het zijn gewoon droge observaties, maar ze zijn zo emotioneel dat er toch emotie in doorkomt. Want het is geen biologisch wetenschappelijk werk. Nee, zeker niet. Het is een heel emotioneel werk over wat het betekent om als gewone droogkloot daar in een schuilhut te zitten en die prachtige dieren te zien die hun leven leiden vlak voor je ogen. En het mooie is, wat ik in de afgelopen jaren heb mogen leren, is dat ze een heel complexe communicatie hebben. Ze spreken met lichaamstaal, ze spreken met de stem. En ik spreek in 5 jaar tijd ben ik een heel klein beetje Uils gaan spreken. Dus ik kan in het Uils zeggen, ik bedoel het goed, ik ben niet gevaarlijk. Het is aan het eind van Sterre's eerste dag op het eigen nest. Vader en moeder zijn er beide op bezoek geweest. Weliswaar met het doel om prooi te stelen, maar voor Sterre ziet dat er toch heel anders uit. Met van diep geluk toegeknepen ogen schurkt ze één voor één dicht tegen haar ouders aan wanneer die op het nest landen. Begint zelfs liefkozend aan Feline's minuscule nekveertjes te knabbelen wanneer die naast haar is neergesteken. Al die tijd laat ze een onafgebroken stroom van zachte, verrukte kinderkreetjes horen. Ze straalt van blijdschap. En je ziet haar vol gelukzaligheid denken dat alles weer goed is gekomen. Dat alles weer is zoals het hoort. Dat de nachtmerrie gelukkig voorbij is. Nu is ze steeds meer in elkaar geschrompeld tot alleen een heel zielig, heel klein verfomfaard uiltjes overgebleven. Haar ouders durven ze al lang niet meer aan te kijken. Of het moet heel af en toe zijn, voor dat ene extra laatste keertje nog. Met het verstrijken van de tijd heeft ze zich steeds minder laten horen. En tenslotte is ze stilgevallen. Op een enkel, monotoon gepreveld kreetje van verdriet na. Zo zacht dat ik haar haast niet horen kan. In elkaar gedoken als ze zit, blijft van haar weinig meer over dan een bang schaduwtje in de dieper wordende nacht. Zij herinneren ons aan heel belangrijke zaken. Ik denk dat dat het is. Zoals? Zoals waar het werkelijk om gaat. Wat werkelijk de moeite waard is. Waar je misschien een momentje langer bij stil zou moeten staan. Of kunnen staan. Ik denk dat heel veel ook te maken heeft met haast. Er is zoveel haast dat je geen tijd hebt, geen zin hebt, geen behoefte hebt. Om je even al eens maar voor een paar seconden in de ander te verdiepen. En ik denk dat in mijn werk, in het uilenproject, dus of het nou houtskool is, of acryl, of potlood, of woord, weet ik veel. Alles is het moment zelf, bewustzijn van het moment zelf. En de passie en het wonder om die dieren elkaar te zien liefhebben. Het wonder om te zien hoe ontzettend veel zij om elkaar geven. Wat ik heb gezien de afgelopen jaren, houd ik niet voor mogelijk. De liefde die de uilenman voelt voor zijn vrouw. Ze hebben dus een echte relatie die ook het leven lang duurt. Toen zij ziek was, heeft hij haar 27 dagen lang verzorgd. Als hij prooi vond, bracht hij die eerst naar haar.
En dan moest hij weer voor zichzelf aan de gang. En dat heeft hij 27 dagen lang volgehouden. Je houdt het niet voor mogelijk. Want dan denk je, dat kan het niet. Maar het kan dus ook.